En dan, dames en heren, zoals jullie weten, zijn er veel stomme dingen. Stomme dingen waar we echt vanaf moeten. Dus tijd voor... En nou is het afgelopen! Ja, en vandaag is het afgelopen met vleespropaganda. Reclame van de overheid om meer in plaats van minder vlees te eten. Ja! Het... Ga weg, joh. En misschien denk je, wat is dat dan eigenlijk, vleespropaganda? Nou, dit is vleespropaganda. If the sound of beef sizzling on the grill brings tears of joy to your eyes, you're a real beefetarian. If you have a balanced diet and don't hesitate to order a side of ribeye with your asparagus, you're a real beefetarian. And of course, a real beefetarian eats salad too. Enjoy, hits from Europe. Ja. Dit is een campagne die wordt gesponsord door de Europese Unie ter promotie van vlees. En ook van sla trouwens, dat is ook schandalig, maar vlees vind ik het gekst. Want diezelfde EU die heeft als doel om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden. Weet je, de Green Deal, weet je wel. En er is nog iets heel belangrijks bijgekomen, de oorlog in Oekraïne. Rusland heet ook wel de graanschuur van de wereld. Oekraïne, graanschuur van Europa. Samen produceren ze ongeveer een kwart van alle graanexport wereldwijd. Maar die ligt nu grotendeels stil door de oorlog en de sancties. En daar gaan wij steeds meer van merken. Ja, daar gaan Rob en zijn maten steeds meer van merken. Dus door de oorlog dreigt dus een gigantisch graantekort. En dan denk je, oké, dan eet ik wel vlees. Maar vlees eet heel veel graan. Kijk, er wordt ook brood van gemaakt, maar meer dan 60% van het Europese graan wordt gebruikt als veevoer. We moeten gewoon minder vlees eten, zeker nu. Dus... Ga weg. Dus dan moet je geen reclame gaan maken voor meer vlees eten. Mensen eten al zoveel vlees, zoals Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Die zette in januari deze foto's op Twitter met als bijschrift... borrelhapjes op het platteland. Mm. Ja, lekker je kipkluif in de worst dopen. Mm. En er zijn ook mensen die eten alleen maar vlees. Het zijn entrecôtes. Drie, ja. Voor de lunch. Ja, zeker. Dus die haal ik vers bij de slager. Het is echt even kort aanbakken, dit moet je horen. Juriaan eet bijna alleen maar rundvlees. Daar ga ik er gewoon het best op. Ja. Wauw. En wat eet hij dan als toetje? Een bevroren kroket op een stokje? Of wat? Misschien meer iets voor in de zomer, denk ik. Maar hey, oké, maar is dat alleen maar vlees eten? Is dat wel goed voor je? Ik maak me vooral zorgen om zijn darmen. Ja, dat zou je op korte termijn kunnen merken aan je stoelgang. Hoe gaat het met je stoelgang? Ja, dat is ook wel een dingetje inderdaad. Niet zo vaak. Ik ga ongeveer 1 tot maximaal 2 keer per week naar de wc. Het is ideaal. Ik vind het nog veel hoor, trouwens. Ja. Ik ga 1 keer per jaar naar het ziekenhuis om er een soort rotsblok uit te laten snijden. Dat is ideaal. Krantje erbij. Mm. Ik heb trouwens voor de zekerheid ook nog even gekeken of hij nog leeft, die vleesman. Even kijken. Ja hoor, gaat hartstikke goed. Dat lijken trouwens spieren, maar dat is dus allemaal kak. Het moet ergens naartoe. En dit is een extreem voorbeeld, maar 90% van de Nederlanders eet regelmatig vlees. Dat is slecht voor de wereld, maar toch doet de overheid er bijna niks aan om ons minder vlees te laten eten. Want er zijn wel campagnes, maar die zijn niet van de overheid. Vorige week was het bijvoorbeeld de Nationale Week zonder vlees en zuivel. Dat is na de Nationale Week zonder muismat en Jaap Jongbloed mijn favoriete themaweek. En dan heb je ook nog een meat-free Monday en knakworstloze dinsdag. Hou vol, Henk. Morgen mag je weer. Maar dat is dus allemaal niet van de overheid. Dit wel. A wonderful beef. Enjoy. It's from Europe. Of deze. This is European poultry. Lekker kipsgranzen. Nying, 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 nying. Na afloop heeft die moeder de dochter ook nog opgegeten. En dan rijdt ook nog deze bus door Europa. Ah, de pork lovers bus. En pork betekent dus niet varken, maar varkensvlees. Deze mensen houden van dode varkens. Die kijken alleen de aflevering van Peppa Pig met die schoolshooting. Ja. Of wat dacht je van deze? Meet the Lamb. Dit moet je kijken, dit is dus 2,5 minuut rauw vlees op kutmuziek, betaald van EU-geld. Alleen maar dit.
En op de website van die campagne staat heel trots dat ze al 600.000 mensen hebben overtuigd. Nou, dan heb je toch alweer mooi de volledige uitstoot van Luxemburg gecompenseerd. Ik bedoel, verdubbeld. Gok ik. En dit was dus ook weer van de EU. De EU heeft zelfs een website die Europees varkensvlees promoot in China. Youpork.com. Ik zou wel even je zoekgeschiedenis wissen als ik jullie was. Oké. In 4 jaar tijd heeft de Europese Unie 252 miljoen euro uitgegeven aan reclamecampagnes voor de vlees- en zuivelsector. Dat is dus een 250 miljard euro waarmee ze hun eigen klimaatbeleid tegenwerken. Alsof je zegt, we moeten de woningcrisis oplossen en dan maak je Hugo de Jonge minister van Wonen. En dan kun je denken, Europa, wat kan mij het schelen, ik kom daar nooit. Maar dit soort campagnes zijn er dus ook in Nederland. Dus ook in Nederland probeert de EU ons plofkippen door de strot te duwen. En de Nederlandse overheid houdt de vleessector de hand boven het hoofd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat schrapte een passage uit de klimaatbewustwordingscampagne. Ja, het gaat om een oproep om 2 keer per week geen vlees te eten. In overleg met het ministerie van Landbouw is die passage uiteindelijk geschrapt. Het was omdat het onderwerp minder vlees eten te controversieel zou zijn en te politiek gevoelig. Ja, dit was dus niet de campagne schiet je slager dood en word veganist, hè? Dit was eet ietsje minder vlees om de wereld te redden. En dat was al te controversieel. En die passage die is dus geschrapt en toen bleef dit over. Iedereen doet wat. Zo verspilt Jim minder voedsel. Bouwt de familie Peters een duurzaam huis. Doet Hanna iets aan haar energieverbruik. En brengt Anouk haar banden op spanning. Anouk mocht denk ik als eerste kiezen. Ik doe wel mijn bandenspanning, oké? Dan bouw jij een huis. Oké, dus ze zeggen wel bouw een huis, maar ze weigeren een van de makkelijkste en effectiefste opties te noemen. Eet een dagje geen vlees. Dus Europa slaat onze belastingcenten stuk op vleespropaganda die het klimaat naar de tering helpt, terwijl Poetin de hele voedselvoorziening aan het slopen is. Vleespropaganda moet... Lekker. Nee! Wegwezen nou. Weg. Vleespropaganda moet stoppen nu. En tot zover... Hoi boomers. Jullie hebben per ongeluk op een YouTube-link geklikt. Ga snel terug naar NPO Start om de hele uitzending en losse fragmenten te bekijken.